Maar zijn 5 kilometer gisteren geeft mij toch de indicatie dat het niet helemaal goed bij hem zit. Nee, waarschijnlijk wel die sprint. Maar lang, ik moet het nog zien. En verdorie Hein, als je nu karakter hebt, dan knal je ze toch allemaal van het ijs af. Spannend moment. We krijgen er nog wat vandaag. We zijn door 2:15 heen. De 10 kilometer gaat beginnen. Hein. Gespannen. Vreselijk gespannen. En ik kan het meedenken. Chargeer. Vergelijkingsmateriaal is er niet. Het is de eerste rit. Het gaat tussen Vergeer en Chargerin. Het onderlinge verschil 7,30 seconden in het voordeel van Hein Vergeer. Dat mag hij dus verspelen op Chargerin om hem in het klassement voor te blijven. Hein opent naar de eerste volle ronde in 36,88. Mooie opening. 37-17 voor Chargerin. Hein die een paar weken geleden bij het Europees kampioenschap zijn persoonlijk record sterk aanscherpte op deze afstand. En het bracht op 14-52-8. Chargerin overigens stelt daar als persoonlijk record 14-25-2 tegenover. Om het maar even aan te geven. Hein nu al durft een gaatje. 1.10.74 naar 800 meter. Prachtige tijden nog steeds hoor. Wat een opening zit. 1.11.45 voor Chargerin. Oei, oei, oei. Dit gaat hard hoor. Als dat maar goed gaat. Ja, Hein heeft gisteren ook een fabelachtig goede 5000 gereden. Waarom zou je dit dan niet kunnen? Ja, het is wel twee keer zo lang. 1200 meter, Hein Vergeer. 1.45.5. En nog steeds een verbluffend snelle tussentijd. Want, ja, ik durf het bijna niet in mijn mond te nemen, maar het is een tussentijd die sneller is dan de tussentijd die uiteindelijk naar het bestaande wereldrecord van 14.21 leidde. Maar laten we dat in godsnaam nog even vergeten, want dat lijkt een beetje voorwaardig. Prachtig spiegelend ijs in Insel. 1600 meter. Vergeer 2.19.9. Chargerin 2.20.7. Maar 34.4 was de rondetijd voor Vergeer. Rijdt die man onwaarschijnlijk gemakkelijk. Prachtig. 2 kilometer, Vergeer. 2.54.6. Chargerin, 2.55.7. Rondetijd, 34.6. Gemsel de vingers naar beneden. Goed naar beneden ook. Mijn rijdt, voor zover ik het nu kan bekijken, op een schema van 14.24. Baanrecord hier is 14.26, dat kan ook een uitgangspunt zijn. 3.29.2 naar 2400 meter. 3.30.9 voor Chargerin. Die dus 7/13 seconden sneller moet zijn dan Vergeer. Maar voorlopig 1/17 seconden langzamer is. Want
Wat de rest van de deelnemers betreft zijn de verschillen gewoon te groot. Het gaat om de plaatsen 1, 2 en 3 tussen Vergeer, Chacherin en Plokjev. De rest telt voor die placeringen niet meer mee. 2800 meter, Hein Vergeer, 4.03.8. Rondje 34.6. Chacherin, 4.05.9. Bijna 2 seconden verschil dus. We rijden nu 1 seconde onder het schema van het baanrecord. Dat staat op naam van Geir Karlstad. In een tijd van 14.26. 3200 meter. Vergeer 4.38.2. En weer een rondje van 34.4. Prachtige regelmaat. Chacherin 4.40.7. 2,5 seconde achter Vergeer inmiddels. En nog altijd onder het schema van het baanrecord. Technisch is hij gewoon een betere schaatser dan Chacherin is. 5-12-8 naar 3600 meter en een rondetijd van 34-5. Het lijkt wel een computergestuurde schaatsrijder deze man uit Haarstrecht. 5-15-7 voor Chacherin, die nu bijna 3 seconden op Vergeer toegeeft. We gaan met hij naar de 4 kilometer tijd. Na een rondje van 34.8 doet hij dat in 5.47.6. En Chacherin 5.51.1. De achterstand van de rust ten opzichte van Vergeer groeit per ronde. En Vergeer is prachtig in gedans. Werkelijk schitterend. Snijdt langs die sneeuwrand. Geen enkele onregelmatigheid in zijn rijden. Voortreffelijk. En nog altijd zit hij ook heel dicht in de buurt van het schema van het wereldrecord. Minder dan een seconde. 6.22.6 na 4400 meter. Rondje van 34.9 nu. Gaat iets langzamer. 6.26.6 voor Chacherin. Die nu dus 4 seconden precies achter Vergeer rijdt. Dus even een wat tragere ronde van Vergeer, die laatste. Dat mag, maar dan moet je nu weer terug naar die 34.5 als het even kan. 4800 meter, 6.57.8. Ja, maar de rondetijd gaat naar boven de 35. 35.1. 7.02.2 voor Chacherin. 35 nu voor de ronde. En dan zie je ook dat het schema ten opzichte van dat wereldrecord ineens met 2 seconden is gekomen. Door het oplopen van die rondetijd. Maar het gaat nog steeds prima met Hein. 5200 meter, ronde 35-3 nu. 7-33-1 als tussentijd. 7-37-8 voor Chacherin. 4-17 seconden langzamer dus. Nu de cadans gevonden in die rondetijden van 35. Dat kan natuurlijk. 5600 meter. Hij Vergeer in 8.08.6. Rondetijd 35.4. Ook dat is regelmaat. 8.13.3 voor Chacherin. Die er nu bijna 5 seconden achter zit. Prachtig die bochten. Eén handje lossen dan uit die bocht. Meteen die hand weer vast op de rug. Schitterende manier van schaatsrijden. Hij heeft een 4.844.0 naar 6000 meter. En een rondetijd van 35.3 weer.
8.48.7 inmiddels voor Shashirin. Die daar dus inderdaad nog bijna 5 seconden achter zit. Maar het verschil nu niet groter laat worden. Heeft die Rus nog wat? ...19.5, 6400 meter. Rondetijd 35.4. De regelmaat is werkelijk verbluffend goed. 9.24.2 voor Shashirin. Even ertussendoor, hij is volgens de ongeschreven schaatswet dat de 10 kilometer tijd opgebouwd kan worden uit 4800 plus 5200 meter zou zijn uitgangstijd dan zijn 14 minuten en 30 seconden. Dat zou heel goed kunnen op grond van het schema wat hij nu rijdt. En dat zou opnieuw een hele mooie tijd zijn voor Vergeer. Die nu 6800 meter realiseert in 9.455 lang. Ronde 35.5. 35,5 seconden voor de ronde. En 9.59.6 voor Shashirin. Die iets van terugkomt. Die iets terugkomt, ja. Ik heb het aangekondigd. 4/16e seconde nu nog. De Rus, zijn achterstand wordt niet meer groter. Integendeel, hij knabbelt er per ronde nu één of enkele tienden van een seconde vanaf. Maar u weet het, om Vergeer echt in te pakken zou die 7/3 seconden sneller moeten zijn. En dat is natuurlijk nog een heel groot gat. Maar toch, 7200 meter. 10.29.9. In een ronde van 34.9 nu weer. Dat is goed, Hein. Die hoort die Rus aankomen. 10.35.1 voor Shashirin. 4/2 seconden het verschil. Shashirin weer iets teruggekomen. Maar Hein wist dan toch weer een versnelling ook aan te brengen in die rondetijd daarnet. Hij dook weer onder de 35 seconden. En gaat nu naar de 7600 meter. In 11.048 en een rondje van 34.8. Dat is heel mooi. 34.8 voor de ronde. En wat doet Shashirin? 11.10.6. Nou, dan is het inderdaad ineens een groot verschil geworden. Ik dacht dat het aangegeven werd ook dat Gemser, dat Shashirin er aan zat te komen. En dan is het spel tussen kooi en rijder perfect. Is goed gedaan van Vergeer. Aangemoedigd door Gemser. Aangewezen ook door Gemser. Op het juiste moment, terwijl Shashirin leek terug te komen, die versnelling door te voeren. 8 kilometer tijd. 11.40 blank. En een rondje van 35.2 nu weer. Shashirin 11.46.4. 6/14 seconden langzamer dan Vergeer. Nee, Shashirin is eraan, denk ik. Dat kan bijna niet anders. Want er is helemaal niets dat duidt op verzwakking aan de kant van Vergeer. Integendeel, hij gaat schitterend door. Op weg nu naar 8400 meter. In een rondetijd van 35.3 doet hij dat in 12.15.4. Tegen 12.22.4 voor Shashirin, die nu echt geklopt is. 7 seconden achterstand voor de Rus. Dat is geen probleem meer. En dan zullen we een tijdje moeten wachten straks. Met in die wachttijd overigens zeer interessante ritten. Daar niet van. Maar toch moeten wachten op de rit nummer 4 van Oleg Bogdev. Zag u die Nederlandse jongens daar in die binnenbocht liggen met z'n drieën? Schreeuwend werkelijk. 8800 meter, 12.50.7. Rondetijd 35.3 weer. 12.58.6 voor Shashirin. Bijna 8 seconden. Deze man is weer op weg. 3 weken nadat hij zijn eigen persoonlijke record met een meer dan 10 seconden verbeterde, om dat opnieuw te doen. Vergeer gaat een prachtige tijd neerzetten. 9200 meter. En nog 2 ronden te gaan in 13.26.2. Met een rondetijd van 35.4. De regelmaat blijft computergestuurd. Vlakke schema van Gemser wordt aangegeven. En de 13.34.8 van Shashirin. Ja, meer dan 8 seconden dus al. Die heeft het echt moeilijk, je kunt het ook zien. Vergeer niet, die gaat prachtig door.
Nederlands record overigens. Staat op 14:27 en een beetje. Dat staat op naam van Hilbert. De bel voor Hein Vergeer naar 9600 meter. Een tussentijd van 14:024. En een rondetijd van voor het eerst 36:1 nu. 14:11:2 voor Shashirin is nog voor de statistiek. Nou, die gaat dus onder de 14:40 rijden. Royaal, normaal gesproken. En dat met zijn persoonlijk record, dat stond op 14:52. Ga er maar aan staan. Hein Vergeer op weg naar een prachtige eerste 10 kilometer tijd hier op dit wereldkampioenschap. En daar moet iedereen dan nog maar zien aan te komen. Want dit staat voorlopig 14:39:05. Een mooie tijd met een slotronde van 36:05. En Shashirin 14:47:56. Nou, de eerste dreun is uitgedeeld. Wat die waard zal zijn, dat moet later blijken. Maar het applaus is van Hein Gemser. Kijk eens die nog even een tussensprintje aanzet. Om Vergeer te steunen in zijn moeilijke momenten na die 10 kilometer. Want hij is leeg hoor, die man is haastig. Ach, hij heeft alles gegeven. En dat moet natuurlijk ook, want hij wist dat hij... Ja, hij kon zich niets permitteren op deze 10 kilometer. Hij moest gewoon alles geven. Dat heeft hij gedaan. Een schitterend nieuw persoonlijk record. 14:39:05. En nog is er allerminst zekerheid over de prolongatie door Hein Vergeer van die wereldtitel. Want er komt nog een Bogjev en die kan er ook een houtje van. Let op. Maar zijn conditie op de 5 kilometer gisteren geeft me toch wat meer lucht. Op een of andere manier vond ik het niet overtuigend genoeg wat Bogjev gisteren liet zien. Shashirin is ook diep gegaan, zeg. Goedemorgen. En hij, tot het onderste. Dat doet pijn hoor jongens, dit. Maar wat een kraan van de schaatsen is het. Links Hein Gemser, rechts Dick de Vrome. De...